Daar zijn we dan weer. Welkom bij weer een nieuwe NEC-update richting de wedstrijd van zaterdag. Want dan speelt NEC hier thuis in de Goffert tegen FC Twente. Eerst nog maar eventjes na afgelopen woensdag bekerwedstrijdje. Lekker bekeravondje, want er werd gewonnen. Ja, mooie avond. Uiteindelijk als je doorbekert, dan ja, dat is altijd een goed gevoel. En ik denk dat het een leuke wedstrijd was. Een mooie wedstrijd voor ons ook. Dus dat geeft een goed gevoel. En een goed gevoel weer van de Kuip naar Go Ahead en nu weer naar Twente meeneemt, toch? Nee, zeker. Wat dat betreft, als je voorafgaand aan deze week maar had gezegd uit bij Feyenoord gelijk spelen en door in de beker. Dan hadden we er denk ik wel voor getekend. Dus dat gevoel is goed en dat geeft ook vertrouwen richting morgen. Ja, dat geeft ook een bepaalde sfeer natuurlijk in het elftal die heel goed is. Dus ja, dat is prettig. Ja, en dan hebben we eventjes gesproken met Ivandro Borges Sanchez. Ja, hij maakte natuurlijk al zijn debuut in de Kuip voor NEC. Maar ook afgelopen woensdag mocht hij hier invallen in de Goffert voor het eigen publiek. Ja, hoe is het met hem? Hoe vindt hij het hier in Nijmegen? En waarom heeft hij voor NEC gekozen? Because I think from the beginning, like I felt the real interest. And also, like I think it's the good club for me to make the next step. And I also heard of Nijmegen. And I think it was an interesting club, also with the project that they have. I think it's interesting, so yes, that's why it felt quite easy to come in. Yeah, what did you hear about NEC? First of all, that they have also a lot of young players too. It's a young team. Also, like heard a lot of that is a good coach. Then you attended and played two exciting games. How was that? It was good. Like was happy to play again for a long time. I didn't play for a long time, so yes, I was really happy to play in front of the fans for the first time. Then we also had the qualification for the next round, so it was perfect night. Yeah, your first game was at Feyenoord in the Kuip. That must be exciting. Yes, it's really big stadium, good atmosphere. So yeah, it was good. Was it not difficult to jump in right away? I would not say difficult. I have to adapt, that's true, but I won't say difficult because football stays football. Yeah, but you didn't play any games for a long time, so. Yes, so this the only thing I say is I have to adapt again, also physically to be back at 100%. But it will come for sure, like when I get old, like more playing time all the time, so it will come. Yeah, what is your personal goal here for you at NEC? The first is to, like I said, to take them to the next level, to get that often like playing time as possible, and yes, also be on me. I have to prove, but like I said, yes, to the first thing is to elevate my level to the next game. Ja, en dan zou je verwachten deze week dat het zou gaan over de bekerwinsten en wie gaan we dan loten? Nee, ging het niet over op X en op de sociale media. Het ging voornamelijk over de prijsstijging hier in het Goffertstadion voor de drank. Want een biertje gaat €4,80 kosten. Je moet flink in de buidel tasten. Dus als je hier nog een gezellig biertje wil gaan drinken tijdens een voetbalwedstrijd of net ervoor of net erna. Supporters zijn not amused. Dan komt er ook nog eens een keer die €2 bij wie eenmalig moet betalen voor een beker. Je krijgt een vaste NEC-beker. Nou, dat is overal zo. NEC kan daar dan niet zo heel erg veel aan doen. Maar toch komt er ook nog eens een keer bij. €4,80 mensen ga je afrekenen zaterdag hier voor een biertje. NEC zelf wil niet reageren. Ik heb het net nog eventjes gevraagd. Wil op dit moment in ieder geval nog geen reactie daarop geven. We krijgen een extra NEC-update. Ik ga het hier eens even vragen zaterdag. Hoe zit het nou? Wat vinden we er allemaal van? En supporters en natuurlijk ook. Ja, hoe gaat het met dat muntjesysteem? Gaat dat goed werken? Gaat dat niet goed werken? Na afloop gaan we dan massaal allemaal naar die kassa's, lang wachten. Je ziet het in een extra update. Maar nu naar FC Twente. Want ja, de vorige keer wisten wij te stunten in Twente. Ja, zit dat er nu weer in? Ja, tuurlijk denk ik dat het mogelijk is. We hebben het uit goed gedaan. Uiteindelijk zijn ze nog wel teruggekomen in de wedstrijd. En het verschil Twente uit en thuis is ook altijd aanwezig. En wij hebben een goed gevoel, zoals ik net zei. En we gaan wel zeker proberen om Twente, wat de uitstekende ploeg is, het heel lastig te maken. Ja, heb je alweer wat meer puzzelstukjes wie je kan leggen? Bart is in ieder geval terug volgens mij. Ja, één. Dus er is er één bijgekomen. Hè. Dus er is er één bijgekomen ten opzichte van woensdag. En dat is natuurlijk kort dag. Dus Bart is erbij morgen. Jury nog niet. Dus ja, voor de rest is er ook geen nieuws te melden wat dat betreft.
Goed, de puzzelstukjes liggen er dus voor trainer Rogier Meijer, Bart van Rooij weer terug. Nog steeds geen Tafsan dus. Misschien nog wel bezig met die transfer. We houden je op de hoogte. En die nieuwe speler, nou, ik verwacht niet dat die er vandaag of morgen al zal zijn of gepresenteerd zal worden. Zaterdag wordt hier gevoetbald. Dan wordt er afgetrapt zaterdagmiddag hier in Goffert. Kun je er niet bij zijn. RN7 is er natuurlijk bij op de radio. Kun je inschakelen. En wij zijn er heel snel weer met een update. En in de tussentijd blijf je op de hoogte via mijn sociale mediakanalen. X, Instagram en natuurlijk ook op TikTok. Leuke video's daar. Graag tot de volgende update.